145 jaar geleden werd in Amsterdam het Emma Kinderziekenhuis opgericht. Door gewone Amsterdammers van de binnenstad. Waarom? Omdat 1/3 van alle kinderen die in de stad geboren werden, voor het eerste levensjaar overleden. Dat vond men onacceptabel. Tegenwoordig is dat teruggebracht, die zuigelingensterfte, tot 5 promiel. En natuurlijk spelen de hygiënische en de socio-economische omstandigheden die enorm zijn veranderd een heel belangrijke rol daarbij. Maar de laatste 30 jaar is er eigenlijk opnieuw zo'n verandering geweest. Toen ik in opleiding kwam tot kinderarts, gingen kinderen nog vaak dood aan ziektes waar geen kruid tegen gewassen was. Ze gingen dood voordat ze überhaupt iets aan het leven hadden kunnen deelnemen. En tegenwoordig zijn we in staat om kinderen met die ziektes zo te behandelen dat ze de kans krijgen om volwassen te worden. In Nederland groeien zo'n 500.000 kinderen op met een ziekte. En dan realiseer je ineens, opgroeien met een ziekte, dat is heel bijzonder. Dat stelt hele grote eisen aan de manier waarop je volwassen wordt. In ons Emma Kinderziekenhuis hebben we daar uitgebreid onderzoek naar gedaan. En we hebben gezien hoe moeilijk het is voor kinderen om straks, als ze volwassen geworden zijn met een ziekte, mee te kunnen doen. En we hebben geprobeerd daar een nieuw ziekenhuis voor te ontwerpen. Want stelt u zich eens voor dat je een zuigeling bent en dat je wordt opgenomen in een ziekenhuis. In een fase van je leven dat je zo ongelooflijk veel moet leren, dat je zo afhankelijk bent van je ouders. Dan hebben wij geprobeerd om een zuigelingenafdeling te bouwen. Waar elk kind apart wordt opgenomen in een kamer. 1 patiënt, maar 2 bedden. 1 voor een kind en 1 voor een ouder. En omdat de ouder daar de hele dag moet zijn om eigenlijk zijn kind te stimuleren in de ontwikkeling, hebben we ook alle voorzieningen voor ouders gebouwd. Niet alleen een tv en een computer en een bureautje, maar ook een gewone badkamer en een tafeltje waar je aan kan eten. En dan vraagt u zich af, hoe doe je dat nou? Want dat zal de overheid nooit kunnen betalen, zeker niet in deze tijd. Maar dat is juist fantastisch. Daar hebben diezelfde Amsterdammers ons mee geholpen. Omdat iedereen beseft hoe belangrijk het is dat je een kind kan helpen zo normaal mogelijk volwassen te worden. En ik moet u zeggen, dat is eigenlijk heel bijzonder. Want dat helpt ons om onze eigen ambitie te verwezenlijken. Namelijk niet alleen topzorg leveren voor een ziekte, maar zo voor een kind met een ziekte zorgen dat hij normaal volwassen kan worden. En daarin willen we eigenlijk het beste ziekenhuis van de wereld worden.